in het Oldenbaaier Museum. We staan hier voor een, print van de Laetoli footprints, zoals ze genaamd zijn. Ze zijn gevonden in Laetoli. Dat ligt hier vlakbij, een kilometer of 20. En deze footprints, deze voetafdrukken, zijn erg belangrijk geweest voor, om de geschiedenis van de mens, de evolutie van de mens, te ontdekken. Wat we hier zien zijn voetstappen van de Australopithecus afarensis. Dat is dezelfde soort als Lucy, die gevonden is in Ethiopië, waar het hele skelet van ontdekt is. Er zijn hier heel weinig botten ontdekt van afarensis, maar wel dus de voetafdrukken. En dat is misschien leuk om daar even naar te kijken. Dus ik neem even de camera over. Wat je ziet zijn voetafdrukken. En je ziet grote voetafdrukken hier. En je ziet een kleine voetafdruk hier. En die zie je dus. En die hebben gelopen. En dit is een meter of, wat zal het zijn? 5, 6. Met dus een aantal voetafdrukken. Het zijn eigenlijk drie mensen die hier gelopen hebben. In eerste instantie heeft deze kleinere persoon er gelopen. Hebben archeologen ontdekt, of antropologen. En daarna hebben deze personen gelopen, maar de ene persoon heeft de voetafdruk van de andere gebruikt. Als je een expert bent, dan kan je daar, dan kan je zien dat dit is een grote teen en dat is een grote teen. Dus de ene voet is gezet in de voetafdruk van de vorige persoon. Dus je hebt drie personen gelopen. Voor de rest is er nog een reeds uitgestorven paardje te zien. Dat zijn deze afdrukken. Hele kleine hoefjes. Een heel klein paardje is dat geweest. Een drietenig paardje. En je ziet hier een diagonale lijn. En die diagonale lijn die is ontstaan omdat het 3,6 miljoen jaar ondergronds heeft gelegen. Het is een afdruk. Die is dus gemaakt. Hij is erg bekend. De Laetoli footprints. Erg indrukwekkend. Voetafdrukken van de eerste afarensis. En dit is dus bewijs dat wij 3,6 miljoen jaar geleden al rechtop konden lopen. En dat heeft nogal wat voordelen, dat je rechtop kan lopen. En we moeten er ongeveer volgens deze artiest er zo uitgezien hebben. Over de voordelen van rechtop lopen, daar hebben we het in een volgend filmpje over.